Ja, daar staan we dan op een vrijdagmiddag, een druilige middag als we de beurt kijken. Het regent als het giet. Maar binnen is het lekker warm hier in het Orgelmuseum. En Jaap van Ommen die staat voor mij. En vandaag is er een markt. Nou, normaal bij een markt denkt u aan groenten en aan vlees. Maar nee, hier gaat de markt over cd's en over partituren. Ja, er is van alles te doen. Jaap, wat voor markt is het en hoe loopt het? Ja, nou, twee keer per jaar hebben we hier een verkoop van 2 dagen lang, vrijdag en zaterdag. En daar worden alle goederen verkocht die bij het Orgelmuseum naar binnen worden gebracht. Afgestaan uit nalatenschappen en dergelijke, of mensen die te veel hebben. Elders in Elburg wordt dat verzameld in het depot en dan wordt het uitgesorteerd. Daar wordt het gebundeld en dan voor deze 2-daagse samen met de depotgroep van 6 man, enthousiaste medewerkers, brengen we het hier. Ja, en dan om 9:30, 10:00 staan ze al in rijen voor de deur. En die wilt het niet zien, maar echt, er gaat voor honderden euro's aan cd's, lp's en boeken weg. Echt ongelooflijk. Maar de opbrengst is dan ook voor het Orgelmuseum. En daar zijn we heel blij mee. De spullen die binnengebracht worden, zei je al, blijven soms van een nalatenschap. Soms dingen die gewoon verzameld zijn. Je hebt van alles staan, lp's, maar ik zie ook cd's, van alles staat eigenlijk. We krijgen zelfs dit keer een paar orgelschoenen binnen. Dus die zijn ook te koop. Dat is echt een organist die wegens ziekte dat niet meer vol kan houden. We hebben uit een nalatenschap diverse dingen met pijpwerk. Ook lijstjes met orgels, die hebben we hier niet eens meegenomen, want dat is veel te show. Maar al dat soort dingen komt hier. Maar met name is hier de vraag orgel-cd's en bladmuziek zoals u hier naast mij ziet. Ja. Ja, bladmuziek vooral. Ik zie de mensen echt snuffelen tussen de dozen wat er allemaal tussen zit. Meestal is het klassieke muziek, denk ik. Deels van componisten. Denk aan Bach, Buxtehude, Zweelink. Maar ook koraalbewerkingen van Dick Sanderman, modern of oudere van Leen Schipper. De meesten kennen de namen wel. Ik ben daar wat minder in thuis. Ik speel namelijk geen orgel. Wel liefhebber. Heel veel cd's zie ik ook waar veel vraag doet naar is. Allerlei soorten klassiek, maar ook de kerstcd's, heel toepasselijk natuurlijk. Zoals je al zei, 2 dagen morgen zijn jullie hier ook aanwezig. Hoe laat kunnen de mensen hier terecht en wat kunnen ze dan verwachten? Nou, morgen vroeg dan gaan we om 10:00 open en we zijn geopend tot morgenmiddag 5:00. Vanavond worden de cd's, want het is vanmorgen natuurlijk een stofwolk geweest voor de liefhebbers. Die staan om 9:00 op de stoep het liefst. Liggen echt voor de deur. Dat betekent gaten. Dan is de tweede dag niet interessant. En we hebben dit jaar voor het eerst besloten. We bewaren een aantal nieuwe cd's. En die zetten we pas morgen neer. Dus ook voor morgenochtend is het voor de liefhebbers goed uitzoeken. Heel belangrijk dus. Degene die vandaag niet komt en morgen wil komen. Er komt nieuwe aanwas. En dat is absoluut wat te verkrijgen. Ik zou zeggen, mensen, kom allemaal morgen dan naar het Orgelmuseum toe. Het zal wat droger worden morgen. Dat scheelt misschien ook weer. U weet het, parkeren kan niet voor de deur, maar we hebben een ruime parkeerplaats in Elburg, voor en achter de vesting. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen, heel veel succes en ik hoop dat jullie veel geld binnenhalen voor jullie museum. Dankjewel.